Dames en heren, daar zijn wij weer. Nadat wij succesvol de game We Were Here hebben afgerond in één zitting, gaan we ook proberen om We Were Here 2 in één zitting uit te spelen. Ja, we gaan kijken wat het succesformule is. We zien twee rollen, Lord en Peasant. En ja, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Dat is het idee. Ik hoop geen schrijf te worden. Dat hoop ik ook. Game starting in 5. Ik hoop ook geen enge slak, meneer. Bij mij is hij Windows trouwens. Maar ja, maakt niet uit. Oké. Een goede graphics. Same answer won't work twice, stond er als tooltip bij. Oké. Ik zit nu in een laadscherm. The key is communication, is nu ook een tooltip. Mm-hmm. Dat weten we natuurlijk. Not sure what to do. Try describing objects in the room. Die staat nu ook bij mij. Or even the room itself. Goeie tips. Look for sudden changes in the room. Nou, daar gaan we. Krijgen we weer een filmpje? Ja, oh, we zitten weer in de sneeuw. Nu bewegen we ook daadwerkelijk. Gisteren was het een aaneenschakeling van tekening. Dat klopt, ja. Je zou toch denken dat je dit niet twee keer overkomt? Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee maal of zo. We kijken om. Brand in zijn lijf. De ster van Bethlehem. Het lijkt inderdaad hetzelfde kasteeltje. Ja, dat is die flare. Dat is... bijzonder. Een deur naar links en een deur naar rechts. Ah. Ja hoor. Ja hoor. We worden weer opgesloten, Marjolein. Mm. We zijn er weer ingetrapt. We zijn er weer ingetrapt. Wat zijn wij dom, duimpje omhoog. Let's do this. Kijk, als ik zo ooit op deze manier een trap oploop, dan... Echt lopen. Dat is niet goed. Oh, dat ziet eruit als een monster. Okay, ik zie dingen iets eerder. Oké, ik ben goeie in de game. Goeie bril ook. Ik nog niet. Nee, ik ben er nu ook. Ik zie allemaal doodskisten. Ik zie vuur. Een altaar. En op het altaar zijn dekentjes die ik waarschijnlijk kan draaien. Ik kan heel veel lopen. Ik zie... Oh, ik kan klikken nu. Heel veel doodskisten. Ik zie hier een standbeeld. Oh, het zijn dezelfde tekentjes. De piemel is er ook weer. Ik kan hier door een deur. Nee, die deur zit op slot. Ik ga de sensitivity iets aanpassen. Ja, ik ook. Het is een beetje donker. Kijken, de brightness iets omhoog. Oké. Ik zie doodskisten. Overal doodskisten. Ik zie er maar één. Oh nee, wacht, hier staat er nog één. Oké, ik heb dus een altaar met 3 tekentjes. Dus mocht je iets vinden... Wat moet ik vinden? Ik heb hier een piemeltekentjes. Een ding gevonden, een slot. Iets. Door is een locked. Een hekding slot. Door is locked. Oké, hier is een grote kist. Met hendels waar ik er niet aan kan trekken. Nee. Er staan vaasjes. Ik zie niks. Oh, hier, ja, ik zie tekentjes. Oh, ik ben dom. Oh, ik ga weer even terug. Boven alle doodskisten zie ik tekentjes. Oké, ik moet er 3 hebben. Oké, ik zie allemaal ruimtes met kisten. Ze zijn allemaal leeg. Op 3 na.
Oké. Eén daarvan is een mannetje met 3 ronde hoofden en een gekromme been. Wat? Het poppetje van 3 gisteren ronde... met 3 rondjes erop. Die. Oh, wacht even. Die staat hier helemaal niet op, maar die heb ik wel gezien. Ja. Dan heb ik hier de schildpad met de thee eronder. Schildpad met de T. De omgekeerde T. Even zoeken. Oh, die staat op de eerste, ja. Ja. En ik heb een S met 4 streepjes eromheen. 2 boven, 2 onder. Ja, ik heb ze nu alle 3, maar het zit hem denk ik in de volgorde. Ik kan er ook op klikken, denk ik. Oh nee, dan zoom ik in als ik erop klik. Maar zit hem in de volgorde? Die S... Even kijken, want de S met 4 streepjes, die zit alleen in het middelste draaischijfje. De schildpad, die zit in de eerste. En het poppetje zit in de middelste en de laatste. Ik zie geen bijzonderheden aan de kisten verder. Ja, ik heb ze er nu wel alle 3 op staan, maar kijk of er hier dan iets veranderd is. Hier kan ik ook nog doorheen. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Dit is een deur. Hier moeten we doorheen. Oké, daar kan ik dus niks mee. Dat is het enige wat ik zie. Oké, maar ik heb dus nu staan links een schildpad, in het midden die S en rechts dat poppetje met die bolletjes. Klinkt dat logisch of zeg je van nou... Ja, bij mij staat het allemaal een beetje door elkaar. Oké. Kan ik verder nergens op klikken? Oh, wacht. Ik zie een rode hendel. Zal ik die even omhalen? Doe dat eens. Oh, de deur gaat open. Wow. Jouw deur gaat open? Ja, hier mijn bij mij deur ook. Gaat open. Ja, hier gaat ook de deur open bij mij. Ik ben nu bij een kamer met heel veel deuren. En er ligt hier een boek. Ik ben ook bij een boek. Die ga ik lezen. Er staan kaarsen op het boek. Het is een liefdesbrief in het boek. My love for you burned with the intensity of 1000. Ja, maar ik zie hier kaarsen die genummerd zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik zie genummerde kaarsen. Genummerde kaarsen. Ga ik even kijken wat ik verder heb. Ik heb hier nog een... boek waar ik niks mee kan. Ik kijk ook even wat ik verder nog meer heb. Ik heb kaarsen. Die kan ik denk ik aansteken. Ja. Ik heb kaarsen die ik aan en uit moet steken om een soort van altaar heen. Ja, er zijn hier bij mij. Er is ook een banner met banners met plaatjes erop. Maar ik zal eerst die kaarsen omschrijven voor jou. Ja. Kaars nummer 1. Ja. Als je daar voor staat. Of, hoe zien die kaarsen eruit? Nou, die staan in een cirkel. Ja. Om een soort altaar, een rond altaar heen. Ja. En zijn ze in verschillende gradaties opgebrand? Nee, ze zijn allemaal hetzelfde. Waarschijnlijk moet ik dat doen dan. Oké, okay, nou, dan doe ik even de nummers. Als jij voor die cirkel staat. Ja. Zie je dan 3 kaarsen boven en 3 onder? Nee, ik zie, zeg maar, als ik binnenkom in die kamer en ik loop rechtdoor. Even kijken hoor, waar is het boek? Hier is het boek, hier kom ik binnen. Zijn er aan 2 kanten een trappetje waar ik het altaar in kan lopen. En als ik zeg maar van zo'n trappetje het altaar inloop, heb ik rechts 3 kaarsen en links 3 kaarsen in een cirkel te staan. Zeg. Rechts 3 kaarsen en links 3 kaarsen. Ja, wat ik zie is inderdaad een cirkelvorm. Waarin de 3 boven en 3 onder staan. Dus dat is hetzelfde idee, denk ik. Ja. Maar als je vanaf het trappetje komt, dat is dus anders dan vanaf de route waarin je binnenkomt. Ja, want als ik binnenkom, dan sta ik gelijk voor een kaars. En dan zijn dat 3 onder en 3 boven, ja, inderdaad. Ja, dan laten we dat eens aanhouden. Oké. Okay. Als je daar dan zo staat, dan is kaars 1 linksboven. Kaars 2 rechtsboven. Ja. Kaars 3 rechtsonder. Deze.
En dan? Ja, ik wacht op jou. Kaars 4, midden onder. Waar ik begon, zeg maar. Ja. Ja. Kaars 5 is daar recht tegenover, midden boven. Ja. En kaars 6 links onder. Ik zie. Ik hoor een geluid. Ik hoor een geluid veranderen. Oh, op de. Ik heb ook banners, daar branden nu dingetjes op. Bij mij ook. Ik heb een rode en een blauwe. Ik heb een blauwe banner en een rode banner. Oké. Rood beginnen? Waar ben jij? Rood, dat is goed. Ik heb bolletjes met tekens. Bolletjes? Kan ik er iets mee? Nee, ik kan er niks mee. Ik kan er alleen naar kijken. Oh nee, nee, ik kan erop klikken. Ik kan maar op één teken. Oh nee, ik kan op tekens klikken. Oké, okay, ik zie op de rode banner. Ja. Zie ik een bijzonder extensieve figuur. Die onderaan is er een rondje met een kruis er doorheen. Ja. Dan gaat hij iets omhoog. Dan heeft hij twee armen met aan beide kanten een eurotekentje. Wacht even. Ja. Als je dan weer omhoog gaat, heeft hij twee dwarsstreepjes. Een kleine en een grotere. Die en die, ja. En dan heeft hij een U, zeg maar. Een U. Of een W eigenlijk. Het is een poppetje, een harkmannetje die ondersteboven staat. Ja. Die staat op de rode banner bij mij. Oké, okay, dan denk ik dat ik hem heb. Je zei onder een bolletje met een kruis, dan eurotekentjes, dan twee T's en een W met bolletjes. Ja. Heb ik nu staan. Heb ik vier rondjes niet. Die groeien. Nee? Wat voor W is er dan? Gewoon een W, met niks. Een gewone W. Oh, wacht, dan is het deze. Maar hoe kom ik daar... Oh, nee. Wacht even, ik moet even nadenken. Ik heb stress nu. Die. Oh, dat kan niet. Een gewone W. En die W heeft wel een langer stokje. Een ronde W. Maar die W heeft geen rondjes bovenaan. Nee. Het is gewoon een drietand, zeg maar, een vork. Echt? Ja. Ik denk dat ik hem heb. Ja, oké. Okay. En die blauwe? En de blauwe? Dan moet ik helemaal naar de overkant lopen. Ik ook. De blauwe is een... Zo'n naga die we gisteren hadden. Beschrijf de staart. De staart is een pijl. Een pijlstaart met een rondje erin. En dan bovenaan heeft hij een hoofd, zeg maar, met een klein rondje erin. En dan twee armen omhoog met een bolletje erop. Bolletje. Die. En hij heeft ook nog... Wat? De altaar begint te branden. Er gebeuren dingen. Het was al goed. Ik was niet eens klaar. Zoiets. Ja, en dan? En dan brandt er bij mij nu ook iets in mijn altaar. Ja. Kapot mooi. Oké. Okay. Oké. Waarschijnlijk moet je nu symbooltjes aantikken. Waar? In mijn altaar zie ik 8 symbolen. Even kijken. Ja. Ja? Ik zie op de rand... Kan ik aan en uitzetten. Oké, okay, 8 symbolen. Ik zie tussen alle symbolen een verbindende lijn. Ik kan alleen niet zien welke van de twee, zeg maar, de start is en welke het einde is. Heb jij daar nog informatie over? Wat? Ik zit even te kijken. Als ik ze aan en uitzet, dan gaat in het midden zit een soort, ik wilde pentagram de hele tijd zeggen, maar dat is het niet, een soort ster ding. Ja. En dat gaat... Er gaat een lijntje van branden. Ja, en dat lijntje, dat zie ik hier, denk ik, het goede lijntje. Oké. Dus als je nou eens begint bij de donderwolk met een bliksempje eruit. Even zoeken. Donderwolk met een bliksem. Ja, gevonden. Ja. Oké. En dan ga je na die, kom je bij, nou wat is het, laten we het een DNA-streng noemen. Jeetje. Ze hebben 2 x'en naast elkaar. Dat kan niet. Wacht even. 2 x'en naast elkaar. Ja, lekker. Ja. Oh.
Dan een ruiter met een streep er doorheen. Een best wel lange streep. Ja. Heb ik gezien, dat is deze. Ja? Nee, dat is hem niet. Wacht even, een ruiter met een streep er doorheen. Dat is... Een klein ruitje met een streep. Oh, dan gaat hij weg. Sorry. Een ruiter met een streep er doorheen. Nee, dat is een vis. Of, nee, die vissen komen. Wacht even. Ik weet niet of ik heb wat jij bedoelt. Is die het? Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Daarna is er een X met een dwarsstreepje erdoorheen. Lijkt een beetje op een spin. Gevonden. Dan gaat hij naar... Een strikje? Ja. Wat? Een strikje? Nee, een... Oh. Een loterijticket lijkt het op. Twee emmen tegen elkaar. Oh, die. Ja. Ja. Dan een strikje. Waar is strikje nou? Een strikje. Of een zandloper. Ja. Dan een X met twee halve vierkantjes erin. Een soort van maskertje. Ja. En dan de vis. Dan de vis. Oh! Wij zijn echt stil. Wat is er nu gebeurd? Is er een deur open? Ik tellen. Ja, bij mij staat het door is locked. Ik ben in een trappenhuis. Ik kan nergens nog heen. Oké, dan moet ik naar boven waarschijnlijk. Dit zal wel iets timed zijn, ik ben bang. Bij mij, ja, ik heb hier heel veel deuren en zitten allemaal op slot. Oh, ik kan inderdaad niet doorheen. Het zijn pijlen die uit de muur steken. Die waarschijnlijk weg moeten. Oh, ik kan niet terug. Oké. Ik zit nu op de trap gevangen. Ik kan namelijk niet terug, want het lijkt alsof de trap gedraaid is, waardoor ik nu alleen maar in de lava kan Wat lopen. Wat zie je? Een draaitrap van stenen. En als ik naar boven loop, komen er pijlen uit de muur. Daar hangt een kruis op de muur met symbooltjes. Yeah. Een kompas bovenaan en dan twee pijltjes aan de zijkant in de uitsteeksels van het kruis. Oh, ik heb een deur gevonden die geopend is. Oké. Lekker. En die bij mij gaat hier nu ook weer dicht. Ik heb hier allemaal kistjes. Ja. Yeah. Oh, de trap verdwijnt. Oh, die trap gaat verdwijnen. Kut. Ik moet een kistje oppakken en die moet ik op een altaar zetten. Oké. Is er iets met die symbolen die op dat kruis staan misschien? Ik ben bang. Ik hoor tikken in de klok. Ik heb hier een kistje, er staat een driehoek op. Ik heb een kistje, er staat een vijfhoek op. Ja. Oké. Dan moet je die in de... Kun je die in een kruis neerzetten? Onderin een vijfhoek. Ja, dan een vierkant. Onderin een vijfhoek, daarboven een vierkant, daarboven een vijfhoek. En aan de twee zijkanten van die vijfhoek twee driehoekjes. Wacht. Onderin... Een vijfhoek. En die vijfhoek die wijst met de punt, de punt naar boven en dan een beetje naar rechts. Wacht, ik heb dit blok gevonden, maar ik weet niet hoe ik hem neer moet zetten. Oké. Oh, die trap. Ik ga zo in de lava van. Onderin een vijfhoek. Ja, en dan de punt naar rechtsboven. Maar wat zit er bovenop? Boven de vijfhoek zit een vierkant. Daarboven zit weer een vijfhoek met de punt naar linksboven. En daarboven zit een soort kompas. En dan is het dus een kruis. Wacht even. Vijfhoek? Ja. Ik heb twee vijfhoeken. Ja, dat moet ook. Je maakt zeg maar een Jezuskruis. En onderin zit een vijfhoek, dan een vierkant. En ik ga nu in de lava flikkeren. Ja, ik snap jouw instructie niet. Nee, ja. Ik ga nu sterven. Ja. Beter was het wel eens. Ik heb hier... Je moet retry doen. Dat heb ik gedaan? Nee, dat heb je niet gedaan. Dat heb je nu gedaan. Oh. Niet goed geklikt. Ik heb hier... Oh mijn god, ik begin nu weer met een boek. Nee, ik ben gewoon... Ja, die deur gaat nu open daar, hierachter. Ja. Oké. Hij is nu anders. Ja, maar ik heb hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokken. Ja? Die allemaal hetzelfde zijn. Oké.
Maar die kan ik draaien. Ja. En mijn vraag is, wat moet ik onderop neerzetten? Onderop moet de vijfhoek met de punt naar beneden. Maar waar is de vijfhoek dan? Ik zie een Jezuskruis gemaakt van 6 vakjes. Ja. En verticaal zijn 4 vakjes en horizontaal zijn 3 vakjes. En in het onderste vakje van dat Jezuskruis zit een vijfhoek met de punt naar beneden. Zo dan. Ik kan hem niet draaien. Die blokken zijn allemaal, ik word opgelicht. De vijfhoek met de punt naar beneden, nee. Als ik zo'n blok oppak, dan kan ik hem alle kanten opdraaien, maar vervolgens gooit hij hem weg. En ik kan hem dan niet misschien denken. Helpt het, er is een in het midden van het kruis, zeg maar in het. Gewoon in het midden van het kruis, zit een kompas en dat wijst naar het noorden of naar boven. Ja, maar ik ben pas bij het onderste blokje. Oké. Okay. Maar het onderste blokje, een vijfhoek met een punt naar beneden, die heb ik niet. Oké. Okay. Dus de vraag is dat het onderste blokje? Ik heb wel een vijfhoek met een punt omhoog. Als ik die niet heb ik ook. Ja, die is goed. Oké. Okay. De deur gaat nu weer open bij mij. De trap verdwijnt. Oh ja, ik kan nu verder. Oké, ik kan verder. Ik kan verder omhoog. Oh, lekker. Oké, hier is weer zo'n kruis. Ja, er is nu bij mij een andere deur weer geopend. Ja, ik sta nu weer voor de volgende poort, zeg maar. Daar hangt weer zo'n Jezuskruis met weer van die symbooltjes. Wacht, ik zie niks. Lekker die muziek ook, hè? Nee. Huh? Waar ik net ben geweest, die deur is open, ik kan weer naar buiten. Maar er is nu niet een ik kan nu nergens heen. Oké. Oh, hier. Ja, ik heb hem. Oké. Moet ik zeggen wat ik heb, of? Je moet hetzelfde zeggen als wat je net zei en wat ik dan in dat ding moet gooien. Ik heb weer een Jezuskruis en er staat op onderin een driehoek met de punt naar beneden. Dan dus een driehoek? Ja. Ga ik nu erin gooien. Dat is niet goed. Er is nog een driehoek, die is met de punt naar linksboven. Er zijn 2 vijfhoeken met de punt naar rechtsboven en een vierkant. Ik kan 1 blokje neerzetten. Maar net hadden we de onderste, toch? Ja, nu hebben we dan de tweede, denk ik. Dan is het de kompas. Kompas. Oh, deze besturing is echt irritant. Als ik zo'n blok oppak, dan gaat hij hem eerst helemaal spekt eten. Oh, lekker. En die blokken staan hier allemaal met de kompaskant naar mij toe. Ik sta echt met mijn rug tegen die ding nu. Ik kan niks. Ja, dat weet ik wel. Bij mij is... Alle blokjes zijn bijna hetzelfde. Als ik een blokje neerzet, heb ik of een vijfhoek of een driehoek. Want zou het dan zijn dat je per poort dat Jezuskruis moet opbouwen in een bepaalde volgorde? Ik bouw niks op. Ik zet 1 blokje neer. Nee, dat snap ik. Maar bij mij is het dan de eerste keer het onderste blokje en misschien dan de tweede keer het tweede blokje. Dat zou kunnen. Ik heb nu een vierkantje in het onderste blokje. Ik heb nu helemaal niks, want die deur is dicht. Die gaat zo open. De deur waar ik net in ben gelopen is nu dicht. Oh, er is nu een andere deur geopend bij mij. Ja, ik ben in de kamer. Wat moet ik neerzetten? Vierkantje. Ik wil dat ding draaien. Vierkantje. Nee, is niet goed. Oké. Die kamers waar jij bent, zijn die in een bepaalde volgorde? Zijn er ook 7 kamers? Of 6 kamers? Of...
Nee, ik zit in een... Er is een grote vierkante ruimte waar iets van 12 kamers aan vastzit. Ik zit even te denken, wat dat, misschien is daar iets mee. Want ik heb nu bijvoorbeeld het kompas er weer in staan en die wijst nu naar het westen, zeg maar. En wat wijst die dan ook naar een vormpje, het kompas wat naar het westen nee, wijst? Nee, want die, nu zit het kompas in het kruis op het hoekje, zeg maar het meest linkerhoekje. Even kijken, wat heb ik? Ik heb 2 driehoeken met de punten rechts naar boven. 2 vijfhoeken, 1 naar links, 1 naar rechts. Ja, dat kompas en een vierkantje. Ik ben de logica ook een beetje kwijt. Ik dacht dat ik het net had, maar ik... Een vierkant kan ik neerzetten. Een vijfhoek met de punt omhoog kan ik neerzetten. Dus ook een vijfhoek met de punt. Sommige blokken zijn ook hetzelfde bij mij. Nou, net hebben we iets goed gedaan. De vraag is, wat hebben we net goed gedaan? Ja, ik ga weer vallen hoor. Ja, ik heb jouw instructie nodig. Als jij niks zegt, kom ik niet verder. Even kijken, ik heb nu een kruis met onderin een driehoek met de punt naar beneden. Een driehoek met de punt naar beneden. Oh, dit is echt... Ik zie die blokken liggen, maar als ik hem oppak, dan ziet hij er anders uit dan als ik hem, zoals hij er staat. Maar... Is het elke keer een andere kamer die open gaat? Het is nu elke keer dezelfde kamer die open gaat. Oké. Okay. Dit is een vierkant. Ik heb ook een vierkant, maar die zit in het punt van de kruis. Dit is een vijfhoek. Dit is een vijfhoek. Dit is een vierkant. Dit is een driehoek met punt naar beneden. Dat is niet goed. Oké, okay, en je had ook een vijfhoek met de punt naar boven? Ja. Die zit helemaal bovenin het kruis. Die zit er ook 2 keer in. Misschien is dat het. Is het punt recht omhoog of iets schuin? Ja, nee, schuin naar rechtsboven. Dat is ook niet goed. En dan heb ik nog een driehoek met de punt naar linksboven in het midden van het kruis. Oh, dat is het. Als jij iets fout doet, gaat volgens mij die trap sneller kapot. Ja, dat is logisch. Oké. Okay. Ook niet, hè? Dat ging heel snel. Dus blijkbaar... Misschien is het toch ook iets met de volgorde of zo, dat je er toch meerdere moet doen. Er is nu een andere deur geopend bij mij. Oké, okay, misschien is daar toch iets mee. Die kamers hebben niet het patroon van een kruis toevallig. Nee. Oké. Okay. Ik heb onderin een vijfhoek met de punt naar beneden. Dan heb ik een vierkant. Dan heb ik een driehoekje met de punt daar linksboven. En dat is het midden van het kruis, zeg maar. En dan heb ik links een kompas staan en rechts weer een... Een driehoek met een punt naar rechtsboven. Maar en bovenop het kruis een vijfhoek. Hoe ziet dat kruis eruit? Staat het op een altaar? Nee, het hangt aan een muur. Het is een soort stuk hout met 6 vierkantjes gestapeld in de vorm van een kruis. Ja. En in die vierkantjes zitten die symbolen. En de kant waar jij naartoe kijkt... Daar zie jij nu op de tweede blokje van onderen een... Vierkant. Vierkant.
Een vierkant. Ik heb hier geen vierkant. Wat kan dat nou? Een vierkant. Dat is niet goed. Nee. Waarom het tweede blokje van onder? Wat dacht je? Omdat we net het eerste blokje gehad hebben, dacht ik. Oké. Okay. Wat is dan het eerste blokje? Dat is een vijfhoek met een punt naar beneden. Recht naar beneden of schuin? Recht naar beneden. Nee, het is een vijfhoek met een punt naar boven. Dit is ook een vijfhoek met een punt naar boven. Die heb ik ook, die staat helemaal bovenin. Ik heb drie vijfhoeken met een punt naar boven. Ik heb geen vijfhoek met een punt naar beneden. Oké. Okay. En driehoeken, hebben we die nog? Behalve... Ja, een driehoek heb ik ook niet. Ja, een driehoek met een punt naar beneden heb ik. Nee, die heb ik niet. En hier een vijfhoek met een punt naar boven. Nee. Ja, nee. Hoeren. Dan gaat die hele trap in één keer. Oké, maar die zat helemaal bovenin. En toch had ik het idee de eerste keer dat hij wel open ging, dat we gewoon de onderste hadden gedaan. Of verbeeld ik me dat nu? Oh mijn god, hier is nog een hendel. Ik heb een hendel gevonden. Oh mijn god, serieus? Ja. En een boek met dingen die ik niet kan lezen. Nou, ik heb een hendel omhoog gezet. Ik weet niet wat het gaat doen. En ik ga nu die trap weer oplopen. Ik heb nog niet een open deur gevonden. Oh, er gaat nu een deur open. Je hebt iets gedaan. Oké. Okay. Ik ben nu bij die blokken. Ik ben benieuwd wat die hendel dan heeft gedaan. Ik ben weer bij mijn kruis. Die heeft onderin een kompas. Dan... een vijfhoek met de punt naar beneden. Dan een vijfhoek met de punt naar rechtsboven. Dan een driehoek. Gewoon een driehoek met de punt naar boven. Links ook een driehoek met de punt naar rechtsboven. En aan de andere kant van het kruis rechts een vierkant. Ja, maar... Je zegt de hele tijd hoe dat hele kruis eruit ziet. Maar ik kan maar één blokje neerzetten. Wat wil jij weten? Ja, maar ik weet ook niet welke het moet zijn. We hebben boven geprobeerd, we hebben onder geprobeerd. Laten we binnen proberen. Vijfhoek met de punt naar rechtsboven. Die heb ik niet. Oké, nou ja, dat... Wat wil je nu weten? Ik wil weten welk blok ik moet neerzetten. Ja, dat weet ik. Zie ik nog meer. Ik zie een fakkel naast mijn kruis hangen. Ik zie pijlen uit de muur komen. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pijlen. Wat voor pijlen? Pijlen van een pijlenboog? Het hek. Nee, het hek is gemaakt van pijlen. Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar goed, het tweede hek is daar ook van gemaakt. Ja, dat zie ik ook. Ik zie ook die pijlen. Ik zie 7 kubussen. Kan ik uitkiezen? Ja, en toch is het kruis dus opgebouwd uit 6 kubussen. Ja, maar ik kan in die andere kamer kon ik ook uit 7 kubussen kiezen. Oké. Is dat kompas nog ergens relevant voor? Dat weet ik niet. Val alweer. Want dat is natuurlijk het enige wat afwijkt van de tekentjes, zeg maar, op die... Of die symbolen, zeg maar. Ik ga jou een instructie geven. Ik ga weer aan die hendel zitten, oké? Okay? Ja, dat is goed. Ik kan pas die deur in als jij de deur in bent gegaan. Oh, die hendel kan omhoog en omlaag en ik kan hem ook elke keer... Oké, ik weet niet wat die hendel doet. Ik ga weer naar mijn tekentjes toe. Ja, er is hier weer een deur geopend. Ik heb... Nee, wacht. Ja? Je hebt een kompasje. Ja. Wat wijst het pijltje van het kompas aan, het noorden? Het oosten. Wat wijst het noorden aan, het oosten? Ja,
Het puntje staat naar het oosten. Het noorden wijst... Ja, het kompas staat in het onderste vakje. Wijst naar het oosten. En daarboven zit een vijfhoek. Het kompas wijst naar het... Met de noordpijl naar het oosten. Ja. En daarboven zit, het dus, zit een vijfhoek. Dus op het noorden zit een vijfhoek. Oh, wacht. Nee, op het westen zit een vijfhoek. Ik snap hoe ik er naar moet kijken. Nou, ik denk niet, dat jij snapt hoe je naar moet kijken. Oké. Okay. Nou, vertel me hoe ik er naar moet kijken dan. Ik vraag aan jou, de noordpijl, waar wijs je naartoe? Jij zegt naar het oosten. Ja. En het oosten is dus, als je ervoor staat, wijst de pijl naar rechts. Ja. Maar daar zijn geen blokjes meer. Nee. Dus mijn vraag is, welk blokje zit er dan boven het kompasje? Ja, een vijfhoek met de punt naar beneden. Okay. Er kan maar één blokje boven het onderste blokje zitten, toch? Ja, dus dat weet ik. Maar jij zegt het westen, maar dat is aan de andere kant. Ja, als je de noordpijl als noord blijft beschouwen, bedoel ik. Een vijfhoek met... punt naar beneden. Recht of schuin? Recht. Van recht naar beneden. Ja, god, daar heb ik er drie van. Is dat erg? Ja, blijkbaar, nee. Want dit is niet goed. Nee. Oh, wacht. Nee, dat kan het niet zijn, want dat is het. Probeer eens een vierkantje. Gewoon om mijn gemoed te komen. Ja, is goed. Ah, dan weet ik het. Want, en ik denk toch dat we fucked zijn, want die hendel had waarschijnlijk naar beneden moeten staan. Dus we gaan zo boven komen en constateren dat we niet verder kunnen, maar dan weten we in ieder geval wat we moeten doen. Maar wat moet je dat doen dan? Dat kompas bepaalt welk tekentje... Ja, dat vroeg ik de hele tijd. Daarom wilde ik daar naartoe. Nu kan ik dus niet bedenken waar hij naar wijst. Want nu zit hij in het zijkantje van de kruis. Ja. Dus hij wijst naar links, zeg maar met de noordpijl, maar daar is niks. Ik heb geen idee hoe ik dit dan zou moeten lezen. Het kunnen twee dingen zijn. Oké. Het is ofwel vijfhoek met de punt naar rechtsboven, of driehoek met de punt naar rechtsboven. Ik pak vijfhoek met de punt naar rechtsboven. Dat is niet goed. Driehoek met de punt naar rechtsboven? Ja. Heb ik niet. Oh. Ik heb drie driehoeken die allemaal met de punt naar linksboven staan. Ja, die heb ik niet. Hoe dan? Dus die kan het niet zijn. Ik heb hier een vierkant. Ik heb hier een vierkant. Ik heb hier een vierkant. Dat zit helemaal onderin. Nee, maar ik heb hier vijfhoek, driehoek, vijfhoek. Vijfhoek, puntje naar rechts. Vijfhoek die recht staat. Dit zijn de enige unieke blokjes die ik heb. De vijfhoek die met een puntje naar rechts staat en de vijfhoek die recht staat. Ja, ik heb dus inderdaad ook vijfhoek met een puntje naar rechts, maar die was het niet. En ik ga nu in de lava vallen. Oh, ik dacht echt dat ik het snapte. Ik ga nu weer kijken of ik die hendel naar beneden kan zetten, want ik denk toch dat dat moet. Dat is het enige wat net anders was, namelijk. Nou. Poging 26. Back. Oké, die hendel staat naar beneden. Ja, ik weet niet of hij beneden of omhoog moet staan. Daar komen we denk ik pas achter als we boven zijn. Ik ga er niet aan zitten. Mijn kompas wijst nog, weer... Er is nog geen deur open. Ja, nu wel. Wacht. Naar het noorden, zeg maar, naar rechts. Dus dan, als je hem in het midden zou plaatsen, zou het een vierkantje moeten zijn. Ik heb hier een vierkantje. Dat is niet goed. Hoe dan? Ik dacht echt dat het... Dat is echt niet logisch. Wacht, ik heb hier nog een blokje met een vierkantje erop.
Dat is een ander blokje. Die is wel goed. Hè? Dus kun je meer blokjes zien dan alleen dat vierkantje? Ja, ik moet nu verder lopen. Ja, maar kon je net meer zien dan alleen dat vierkantje? Ja, en hoe bedoel je meer zien? Als in, je zei, het kompas wijst naar een vierkantje, maar zie je nog meer dan dat? Kun je ook de zijkanten van het blokje zien? Nee. Het zijn platte 2D... Oké, bij mij zijn het kubussen. Ik heb nu het kompas in het midden zitten met het pijltje naar boven. En daarboven staat een driehoek met een punt naar linksboven. Oké, die heb ik nu hier gepakt. Is goed. Ja, zie je wel. Dat is het wel. Maar dan gaat nu... weer hetzelfde ding. Met het punt naar linksboven. Punt naar linksboven? Ja. Oh, beter is het goed te zijn. Nee, hè? Maar misschien dan heb is ik het, nog meer met dezelfde driehoek. Ja, ik heb hier nog één met dezelfde driehoek. Dan probeer ik deze. Nee, zo niet goed. Dan is het de... Oh, ik kan mijn muis niet draaien. Mijn muis draait niet. Ik heb er nog één met een driehoek naar linksboven. Oké, okay. Ja, daar staat hij wel recht onder. Ja, die is wel goed. Oh, lekker. Ik ben boven. Oh. We hebben een achievement gehaald. Wat een bevalling. Checkpoint reached. Lekker. Ik kan ook hier een deur doorlopen. Er is lava. Er is een scheeps... Hoe heet zo'n ding? Zo'n wiel waar je een schip mee bestuurt. Ja, een stuurwiel. Hier is bij mij een hendel. Ja. Die heb ik nu aangezet. Oké. Okay. Ik zie geen veranderingen. Ik heb hier weer een boek. Oh nee, dit boek kan ik niet. Dit is gewoon decoratie. Die kan ik niks mee. Ik kan verder lopen. Ik kan een zwaard pakken. Ik heb een zwaard. Ik heb nog niks. Ik kan een knots pakken. Ik kom nu een grote kamer binnen. Vet. Oh jee. Hoor jij dat ook? Ja, en er zijn hier allemaal schilderijen bij mij. Ik word geplet door een muur. Heb jij een zwaard gepakt? Ja? Want ik kan kiezen. Een zwaard, een schild zie ik. Een bijl. Deze man heeft een zwaard en een schild. Hier is een man die heeft een zwaard en een knots. Ik heb vier mannen. Ik ook. In een bepaalde volgorde. Ik ook. Ik heb links twee mannen en rechts twee mannen. Ja, wat hebben ze vast? Welke heeft het zwaard? Wat? Welke heeft het zwaard? Niks. Ja. Ik moet het zwaard geven van die mannen. Drie hebben er een zwaard. Er is er één die heeft een zwaard. Zwaard en welke een schild. Niet? Er is er één een zwaard en een knots. Het gaat toch om volgorde? Ik kan de helft al niet meer zien. Oké, maar we hebben in ieder geval door wat we moeten doen. Wat dat, we hebben niet door wat we moeten doen. Jawel, die mannen moeten die items hebben. Je zei, welke heeft de knots? Boven elke man staat ook een schilderijtje. Ja. Oh ja, ja, bij mij ook. En die zijn allemaal anders. Ja. De zwaard en de knots, die heeft een hoofd van een das, heeft hij. Hoofd van een das, kijken. Ja, zwaard en knots, dat is één. En een zwaard ik ben en mijn zwaard kwijt. Oh, hier. En die met een zwaard en een schild hier, die heeft een hoofd van een, ja, van een leeuw of een rat of zo. Dit is een soort bijl. Heeft er ook een bijl? Ja, maar daar kan ik niet meer bij komen, want ik word toch. Oké. Okay. Nou ja, ga maar even dood dan. Dan gaan we zo rustig kijken. Ja, het gaat niet rustig, want ik dacht na 10 seconden kon ik de eerste twee al niet meer zien. Oké. En dit gaat ook heel tergend langzaam, dus dat kan ook niet. Er is een bijl. Kan ik erin zoomen? Nee. Ik ben ondertussen... Oh, hier is mijn zwaard. Ja, ik moet hier dan zo net. Ik kan niet... Ik kan ook rennen. Dat is wel handig om te weten. Dit is echt zonde van mijn tijd. Dat we hierop moeten wachten. Ik kan wel even in de lava springen. Misschien helpt dat. Wat kun je verder doen met... Ik val door het spel heen. Wat kun je verder doen met dat zwaard? Niks, want ik ben door het spel heen gevallen. Dus nu moet ik wachten tot jij dood bent. Ik duur niet lang meer. Ik zit letterlijk onder het spel vast nu. Ik word niet geplet. Oké.
Oké. Wat wil je weten? Ja, gewoon per mannetje wat hij heeft en dan ga ik het ophalen. Okay. Dat is het, denk ik. Oké. Okay. Ik ga naar die mannen lopen, dan zeg jij... Zwaard en schild heeft ook een plaatje erboven van een beest met een zwaard in zijn hand. Even kijken, dat is een soort apenbeest. Okay. Ik heb zwaard en een schild. Zwaard en ik kan niet blijven kijken. Ja, wil je alles weten of niet? De muur is nu al de eerste voorbij. Echt? Ja. Zwaard en een bijl heeft een hert met twee pijlen door zijn borst. Dan heb ik een man die heeft alleen een bijl. En die heeft een vogel. En dan heb ik die man met alleen een zwaard. Die heeft de das. Even kijken, zwaard en een bijl, zei je, hè? Wat voor bijl? Heeft die bijl een punt? Of twee kanten die gelijk zijn? Nee, die heeft een punt. En wie had die? Die kan ik al niet meer bij. Die heeft de het. De het. Nee, het is wel een bel met twee kanten. Oké, maakt niet uit of ik die anders ophaal. Ik heb nog geen schilder gevonden, dat baart mij zorgen. Oh, wacht. Doet dit iets? Ja, hij gaat terug de muur. Oh, dan kan ik tussendoor kan ik de muur terugdraaien met dat ding. Oké. Oké. Even kijken, bel met twee kanten, die moest die man hebben die ik nu die verkeerde bel heb gegeven, hè? Wat? Ik heb twee mannen met een bel. Eén heeft een bel en een zwaard. En daarvan staat die twee kanten van de bel staan naar omlaag. Ja, en wie heeft die? En ik heb, ja, twee mannen hebben die. Ja, maar welke twee mannen? De hert met de pijlen door hem heen. Ja. En de vogel. Deze hier neer, want hier is het dus niet. En de vogel die heeft hetzelfde ding, maar die ligt hier niet meer. En die heeft hem in zijn linkerhand. Of dat en er twee, is er, moet nog iemand een zwaard hebben? Ja. Welke? De das moet een zwaard hebben. Ga ik hierna weer dat ding terugdraaien bij jou. En er is een man die moet een zwaard en een schild hebben. Dat is de das. Ik heb toch geen schilder gevonden, dat baart mij zorgen. Ja, ik vind alleen maar bijlen en... De muur gaat weer terug. I know. Dit is geen. Er zijn ook nog verschillende soorten zwaarden, fuck my life. Ja, ik zie een zwaard met een soort van punt eraan. Ik heb een recht zwaard. Ik heb een zwaard met een punt en karteltjes. Karteltjes onder of boven? Onder? Ja, die moet in de das. De das? Oké. En het gewone is een lang zwaard, zeg maar, met geen karteltjes? Lang zwaard, recht toe, recht aan. Die moet samen met een bijl in het hert. Met de godver, waarom kan ik hem in het hert? Hert. Hier, dan is het hert klaar nu. Waar zijn die fucking schilden? Even kijken. En moet iemand een knots nog hebben? Ik kan de helft van die muziek. Oké, dan moet ik even teruggaan. Niemand hoeft een knots. Oké, ik kan geen schilder vinden, dat is een probleem. Ik moet even schilder gaan zoeken. Een soort schild. Ik heb een schild met punt naar beneden. Nee, een rond schild. Een rond schild met spikes. Een rond schild en gaatjes. Met vier rondjes erop. Nee, die is het niet. Maar ik neem deze toch maar even mee en aan de andere kant kijken. Een rond schild met vier rondjes erop. Ja, één groot rondje in het midden en vier kleine rondjes eromheen. Dat is deze. Een buckler. Deze. Ja. En die was voor? Ja, kan ik niet meer zien. Die was voor de eerste die ik zei. Das, meneer? Nee, dat is niet de eerste die ik zei. Vogel, meneer? Ook niet. Aap, meneer. De allereerste, die ook een zwaard in zijn hand heeft. Zo. Nee, ik bedoel, het logo heeft een zwaard in zijn hand. Ja, ik weet niet of het goed gedaan heeft, maar stil zal doen. Even kijken. Ja, de aap met een zwaard in zijn hand staat boven. Oké, dan denk ik dat ik hem goed heb. Ik heb nu
De hert heeft een zwaard en een bijl. Yeah. De aap heeft een zwaard met een soort van inkepingjes eruit. Ja. Ik weet niet of het goed is. En een schild. En een schild. Ja. Nou heb ik alleen de vogel meneer nog niet. De vogel, en de das meneer heeft alleen een zwaard nog. Dat moet ook. Zeg maar wat de vogel heeft. De das heeft alleen een zwaard. En de das heeft een zwaard met een stuk eruit aan de onderkant. Ja. En de vogel die heeft alleen een bijl met twee zijdes. Twee gelijke zijdes. Oké, dan ga ik die nou even zoeken. Die moet hier nog liggen. Aan de onderkant een soort van puntje. Ja. En aan de bovenkant ook. Ja, dan heb ik hem. Die is de vogel, meneer, hè? Ja. Oh, zweetlijntjes. Ja. Nee, niet. Wel, ja, gebeurt er komt iets. Licht uit zijn ogen. Uit wie zijn ogen? Bij de vogel, meneer, komt nu licht uit zijn ogen. Oh ja, ik zie het, ja. Maar is dat dan dat de enige die goed is, de vogel, meneer, is? Dat weet ik niet, dat denk ik. Dat is de enige waar licht uit komt. Oké. Dan moeten we toch die wapens beter gaan omschrijven, denk ik. Oké, de das, meneer, heb ik nu. Ja. Die heeft een zwaard in zijn linkerhand, waar bovenin één hap uit is. In zijn linkerhand. In zijn linkerhand. In zijn linkerhand, dus niet links voor jou, maar links voor hem. Oh, dan had ik hem wel goed. Oké, dat is het verkeerde zwaard. Een hap uit is en karteltjes onder? Nee. Oh. Bovenin is er één hapje uit aan de linkerkant. En aan de onderkant is er gewoon een heel stuk eruit. Oké, dan heb ik het verkeerde zwaard. Ik ga nu kijken waar het is. Boven een heel stuk eruit. Is het niet. Deze is het. Ja. Die lijkt er inderdaad wel op. Wie content dit? Die is van de das, meneer. De vogel, meneer, geeft nog steeds licht. Wat? Nou is dat hele zwaard weg. Wat gaan we nou doen, jongens? What the fuck is dit? Oké. Zeg maar even die andere, want dat is een spannende. Kan ik niet meer naartoe, want die muur is al. Die muur moet echt ophouden. Welke andere wil je weten? De aap of de het? Die met het schild. Ik heb het goede schild 100%. En heb ik alleen het verkeerde zwaard. Ja, het zwaard is een krom zwaard. Met aan de linkerkant drie happen eruit. Vier happen eruit, onderin. En bovenop zit er een soort van punt. Ja, het lijkt een beetje op een vogelhoofd. Een krom zwaard met vier happen eruit. Nou zeg. Vier happen eruit in de onderste helft en de bovenste helft, dan loopt hij breed uit. Nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. Dan moet hij toch aan de andere kant liggen? Welke hand heeft hij zijn schild? Zijn rechterhand. Ik ga even kijken naar die andere zwaarden, want ik zal even jouw muur tegenhouden. Ja, die is al over de helft in. Vier happen eruit, zeg jij. Op de onderste helft van het zwaard. Vier happen eruit. Okay. En de bovenste helft loopt breed uit. Oh, die is het. Deze is het. Die happen zou je ook kunnen omschrijven als karteltjes. Ja. Maar dan hele grote. Ja. Nu de groeien, dan gaan nu zijn ogen groeien. Als het nou niet zo is, ga ik houden. Ja, lekker. Ik kan hem niet meer zien. Ja, maar hij was wel goed. Oké. Okay. Er was nog één waar een bijl kwijt was, geloof ik. Hoe heeft het toch ja, die hertman. Goed. De hertman heeft een bijl. Ja, die heb ik nu in zijn linkerhand met het puntje naar beneden. Wat puntje? En wat voor zwaard heeft hij? Hij heeft het rechte zwaard, recht toe, recht aan. Ja, dan is het toch misschien niet deze. Ik neem hem even mee. Want er zijn hier nog vier zwaarden. Gelukkig is het ook niet ver lopen elke keer. Recht toe, recht aan. Er zit geen verdikking onderin heel of zo? Heel kleine verdikking onderin. Ah, kut. Nee, dat is niet weg. Dan moet hij hier. Nou, ik neem deze mee. Oh, hier is die. Oh, stress.
En ondertussen is de muur weer bij de helft. Ja, ik ga hem in zijn hand drukken en dan ga ik hem op het ding gaan. Nee, dit is hem niet. Maar misschien heb je de verkeerde bel. Welke bel? Omschrijf de bel. Kan ik niet zien. Nu wel. De bel is een relatief kleine bel. Ja. Met, ja, hij ziet er een beetje uit als duivelsoren die naar beneden staan. Ja. Met bovenop twee puntjes naast het middenstuk en nog twee puntjes op de buitenhoek. Ja, daar heb ik wel de goede, maar dan is het zwaard misschien toch niet goed. Op het zwaard, onderop het zwaard, net boven het handvat, staan een paar kleine vierkantjes. Vierkantjes, ja, dat zijn bij mij driehoekjes. Dus dan heb ik de verkeerde. Even kijken, vierkantjes. Nee, die is het niet. Vierkantjes. Dit is ook geen recht zwaard. Ik ga even dat ding ondertussen tegenhouden. Zal ik het zwaard nog een keer inspecteren? Ja, het zwaard, ja, het loopt zeg maar bovenin in een punt. Dan loopt het naar beneden en zeg maar, net boven de onderkant zit een heel, heel klein verdikkingje. Die is het ook niet. Misschien heb ik hem gepakt en aan de verkeerde gegeven? Ah, ja, die andere die heeft alleen maar een zwaard vast, de dasman. Ja, die heeft een zwaard met bovenop één hap eruit en onderin een heel stuk eruit. En de muur is alweer bijna hier. Godverdomme. Ik ga nog even bij die dasman kijken dan. Ik denk dat ik weet welk zwaard ik moet hebben, maar die is er nou niet. Want ze, soms dan klik je mis en verdwijnen ze. Dan moeten ze laten respawnen. Ja, dat had ik net ook met die doosjes. Met die... Echt irritant, jongen. Dasman. Waar is de dasman? Die had die, dat zwaard met die happen eronder uit, hè? Die nee, één hap eruit. Dus gewoon een stuk uit van links naar rechts. Dat loopt schuin. Ja, ja, ja. Nee, ik heb die gezien. Is niet deze. Dus ook niet deze. Die moet aan de andere kant zijn. Maar even rustig, rustig, muurtje terug. Wel dat deze dan voor die andere man is. Laten we eerst even proberen. Ja, die was goed. Dan moet ik alleen die met die veeg eruit nog vinden. Heb je nu die eerste man goed? Ja, ja. Hij geeft licht. Ja. Dus nu alleen nog de dasman. Deze. Ja, deze. Welke hand ook alweer? Zijn linkerhand. Oh, lekker. Oké, er is weer een deur geopend. Ik ben in een kerk. Ik ook. Een soort kathedraalachtig iets. Oh, vierkantjes waar je op kan lopen. Er is bij mij een rode hendel. En ik zie drie glas in lood ramen. Waarin mensen doodgaan. Ja, dat zie ik ook. Dus ik zie geen rode hendel dan op zich. Maar ik heb de rode hendel nog niet omgehaald. Dat ga ik nu doen. Oké. Ik zie hier ook... Oh ja, als ik de rode hendel... Naast de rode hendel staat een bord met vierkantjes. Ja, er is een heel bord met vierkantjes waar ik overheen kan lopen. Ik kan de rode hendel niet aanraken op dit moment. Oké, ik ga even kijken. Dus we moeten eerst eens met die glas en lood ramen. Hier is fik. Hier zijn iemand, boeken. Ik hoor een stem. Ik niet.
Zie jij de glas in loodramen? Ja, ik kan daarmee puzzelen. Ik kan ze eruit halen. Oké. Okay. Wat wil je weten? Wat zie je? Dit is heel vreemd. Ik kan die... Oh, ze respawnen gelukkig ook. Ik zie in elk glas een loodraam, zie ik een koning. Ja. Een vrouw die sterft. Ja. En een wapen waarmee de vrouw sterft. Ik ga heel even hier kijken. Zou dit het zijn? Ja. Op het altaar zijn 3 lege glas in rood... Glas in rood lamen. Oké, okay, ja. Marjolein is zojuist vervangen door een Chinees. En die moet ik denk ik vullen met... hoeveel heb jij er in totaal? 3. Oké, okay, ik heb er meer. Dus jij moet ze naar mij... ik kan echt niet meer praten. Je moet ze omschrijven en die moet ik maken in die 3 die hierboven zijn. Oké. Okay. Zo ziet de eerste lelijke koning eruit van je. Raam 1 is een koning met een kroon op. Ja. Een goatee. Ja. En een side-eye naar rechtsboven. Ja, en een gouden ketting om. Oké, ik heb hem en ik ga hem nu meenemen. En dat is het linker schilderij voor mijn beeld. Voor mij ook, ja. Oké. Oké, en welk wijfie heeft hij? Ja, hij heeft die ginger chick met een paardenvlecht. Paardenvlecht? Ja, het paardenstaart, ja, ik zeg, maar het is een vlecht die links over haar loopt. En dan ook rechts haar of een cape is het, denk ik. Ja, ik heb hem. Oké, tweede schilderij. Oh, is dat alles? Ja. Er zijn nog veel meer details die verschillen met de rest. Is dat zo? Dan ga ik even bij die andere kijken, want die chickie heeft inderdaad een vlecht links. Ja, maar ik, als in, deze chickie heeft een zwaard door de pens. En daaronder zie ik ook nog een detail wat anders is op elk schilderij. Oh, wacht even. Chickie zwaard door de pens. Deze chickie heeft ook een zwaard door de pens. En achter haar is bloed. Maar echt zo'n evil zwaard. Een evil zwaard. Met allemaal haken eraan. Een vrij groot zwaard. Oh, oké. Okay. Ja. Wacht even. Een heel groot zwaard met allemaal weerhaken aan de zijkant. En een zwart heft. Een zwart heft. Ja, dat moet... Ja, deze is het. Ja. Okay. Goed, volgende koning. De volgende koning is een... Die heeft een aureool om zijn hoofd. Een... Redelijke baard. Een redelijke baard. Hij heeft die daarna komt heeft een grotere baard. Okay. Hij heeft een beer op zijn helm. En hij heeft op zijn harnas 2 dassen. Het zijn geen dassen. Of ja, of beesten in elk geval. Oh nee. Een beer. Wat heeft op zijn schouder zijn... Wat zijn dat? Ja, dat zijn gewoon spikes. Bolletjes of zo? Ja, het lijkt een beetje op... lijkt het op? Tulpenbollen. Ja, oké, ik heb hem. Maar die man die er hierna komt, heeft dat ook. Maar die heeft een grotere baard. Oké. Is dit maar even de chickie van die middelste... Ja, dit is een Valkyrie met pijl en boog. Even zoeken. En die heeft 2 zwanen op de schouderpads. En een groen amulet aan de boven. Oh shit, de onderkant moet er ook nog in. Ja, dat zei ik net. Oh, dat had ik niet gezien. Sorry hoor. Maar dat weet ik wel, dat kan ik jou wel beschrijven. Oké, de eerste. Schilderij 1 weer. Ja, met de onderkant. De onderkant is een fonteintje in het midden met 4 struiken er wel omheen. 4 struiken? Ja, dus een fonteintje in het midden. Dan ja, 2... ik zie hem. Ja, ik heb hem. Oké. Tenzij er meer fonteintjes zijn, maar even kijken. Nee, dat zijn bomen. Ja, die bomen moeten onder die Valkyrie. Oh, oké. Okay. Maar er moeten kleine kerstboompjes onder. Ja, die zijn het. Ja, want bij die laatste moeten dode bomen onder. Dode bomen, oké. Okay. Nee, dit zijn kerstboompjes inderdaad. Ja. Oké. Okay. Laatste baard, meneer, had veel baard, zei jij. Veel baard. Ook een helm op met een berenkop. En verder geen distinguished features. Oké. Okay. Oké, okay, Chickie? Ja, een of andere Duitse dirndl slet. Met een pijl in haar hart? Nee, met een dolk. Oh.
En de dolk heeft hetzelfde heft als die, dat grote zwaard. Oké, dan moet ik even naar de andere kant lopen, want deze heeft een pijl. Daar een dolk checkie hier. Ja, deze. En daaronder zijn allemaal dode bomen. Vier dode boompjes. Even kijken. Vier dode boompjes. Oh, deze heeft ook kerstboompjes. Met bomen eromheen. Maar dat was niet die van net, denk ik. Hè? Jawel. Ja, die lijken heel erg op elkaar. Dat kan zijn dat dat fout is hoor, maar dan moet ik ze even omwisselen. Ik zoek dode bomen. Zijn dit dode bomen? Dit zijn dode bomen. Zijn dit dode bomen? Het zijn niet vier dode boompjes. De twee middelste staan iets verder naar achteren. Ja, die zijn het. Dan denk ik misschien dat die kerstboompjes nog verkeerd kan zijn. Want er is er ook nog eentje van die heel erg lijkt. Even kijken, kerstboompjes haal ik eruit. Even terug. Die. Oké, er is iets fout, denk ik, anders zou er nu iets gebeuren. Of kan je nu die hendel omhalen? Ik kan even kijken. Ik kan nu niet de hendel omhalen. Oké. Ja, dan, ik ga er nu voor staan en dan beschrijf ze nog maar een keer. Dan moet ik kunnen zien wat er fout aan is. Oké, foto 1. Ja? Man met zijn side eye, met zijn goatee kroon op. Ja. Ook die tulpenbollen en twee apen op zijn borst. En hij heeft een ketting om? Ja. Ja. En die ketting, okay. Zit een vierkantje in het midden, ja. Een robijn. Ja. Ja. Nou, dan die chickie, die is een ginger met een grote rimpel in de voorhoofd. Ja. En dat grote zwaard door haar hart. Ja. Met een vlecht. En daaronder zit dan dat fonteintje. Ja, ik ga even kijken of er nog een fonteintje is die erop lijkt. Dat lijkt me toch... Maar dat fonteintje moet ik nog verder omschrijven voordat je gaat lopen? Ja, ik ben heel snel terug. Ik kan niet inzoomen op dat fonteintje vanaf hier, maar... Ik denk niet dat er nog een ander fonteintje is. Ik ga even een andere kant nog kijken. Nee, die andere zijn stokken... Door schedels of zo. Nee, het is een fonteintje met vier gele struikjes. Ja. Ik ben er vrij zeker van dat de eerste goed is. Oké. De tweede. Ja. Is die man heeft een helm op met een berenkop. Heeft een gematigde baard. En een breastplate met daarop twee dasapen. Ik heb even nog een vraag over de side-eye in de meneer. Die kijkt naar rechtsboven, toch? Voor ons of voor hem? Voor ons. Nee, voor ons kijkt hij naar linksboven. Oké, dan ga ik hem even omwisselen. En de beerhoofd meneer kijkt naar rechts? De beerhoofd meneer heeft die tanden van de beer op zijn ogen. Ja, maar is zijn gezicht voor ons naar rechts aan het kijken? Ja. Even kijken. Ik zit vast. Oh nee, ik zit vast. Dan ga ik toch ook de side-eye meneer omruilen. Want die kijkt, als ik ervoor sta, naar mijn links. En jij zegt dat het niet klopt. Nee, dat klopt wel. Je zei net rechts. Ja, dat was de baard, meneer. Maar ik breng jou in de war, begrijp ik. Nee, kijk het maar terug morgen in de video. Oké. De side-eye, meneer, kijkt voor ons naar links, voor hem naar rechts. Oké. Maar die andere meneer was verkeerd. Want die keek voor mij...
Plus, ik twijfelde over het soort dier op zijn hoofd. Want wat ik had leek meer op een soort van wolfbeerachtige. En dit lijkt wel echt meer op een beer. Oké. Okay. Oh, ja, dat weet je niet hoe specifiek dat moet zijn. Ja, vrij specifiek. Oh! Er lacht hier iemand. Dat was die, die vent van gisteren. dit is onprettig, dit. Oké. Okay. Zijn chickie is met een pijl en boog. Ja, die Valkyrie. En ze heeft drie pijlen in haar mik. Drie pijlen in de borst. Er stroomt bloed uit. Er staan twee zwanen op haar shoulderplate en op haar helm. Ja. En ze heeft een groen amulet om de boog in de hand. Die zit ongeveer bij de elleboog. Ja. En ja. Ja. En het lijkt een beetje alsof ze een baard heeft, maar dat is niet zo. En dan boompjes? Ja, in het midden twee van... Twee setjes van twee boompjes per stuk? Wat? Het zijn vier boompjes van... Vier keer twee boompjes, zeg maar. Ja, waarbij ook weer de middelste twee verder naar achteren staan dan de buitenste. Ja, oké, die klopt. Dan klopt de laatste misschien niet. De laatste heeft... Wat voor beest heeft hij? Die heeft ook, ook zo'n berenhelm. Volgens mij is het dezelfde als de tweede. Maar kijkt hij naar, voor ons naar links of voor ons naar rechts? Hij kijkt voor ons naar rechts. Dan heb ik de verkeerde. Lekker. Kijk voor ons naar rechts, maar hij heeft een grotere baard. Dat is deze het niet. Ik ben een beetje bang. Ik zag net die gozer uit het theater die we gisteren tegenkwamen. Die vogel? Ja, die was hier net. Het was niet zo leuk. Als in je zag hem of ik ben ook hoorde een beetje poesty. Ik zag hem en ik hoorde hem. Oké. Ja, god. Als je hem ernaast plakt, dan valt hij ernaast en dan respawnt hij. Dan moet je helemaal teruglopen. Oké, baard meneer, kijk naar rechts. Beest op zijn hoofd. Grotere baard dan de eerste. Oké, zijn chickie. Wat was er met zijn chickie? Die heeft die dolk vast. Ja. Yeah. Daar zit bloed aan. Ze heeft een ring om. Ja, dat kan ik niet zien. Om die hand. Oh ja. Ze heeft een krans om haar hoofd. Ja. En een dirndl aan of zo, jurk. Even naar die andere chickie kijken. Deze heeft een pijl. Nee, dit moet kloppen. En dan, wat zit daar onder haar? Die dode bomen. Dode bomen. Ja, er is geen andere met dode bomen. Kun je nou iets met die hendel? Even kijken. Nee. Ja, maar er moet iets gebeuren als je die drie dingen goed hebt, denk ik. Ja, dat lijkt me ook. Ik ga even kijken naar wat ik over heb. Eerst even hier kijken of hier nu iets anders is. Wat heb ik over? Ik heb een dode chickie met een zwaard en drie pijlen. Nou, daar heb ik jou niet over gehoord. Daar hebben we dus niks aan. Ik heb nog kerstboompjes over, maar ja, dat zijn er geen vier. Dus dat kan het ook niet zijn. Ik moet de andere kant lopen. Ik heb chickie met een pijl. Ja, dit zijn ook dode bomen. Misschien kan dit kan nog wel eens wat zijn. Ik even die andere dode bomen eruit halen. Jij zei kerstboompjes, dat zijn er geen vier. Ja, dat zijn er meer dan vier. Ja, dat is ook zo, want jij zei net vier setjes van twee. Ja, dat klopt, maar er is er één met nog meer kerstbomen. Oké. Okay. Ja, maar vier setjes van twee zijn er geen vier. Nee, dat klopt. Kijken. Dit zouden ook nog wel dode bomen kunnen zijn. Gebeurt er iets? Nee.
Deze is het sowieso niet. Nee, die vier, even die andere kerstbomen, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6 per kant. Nee, dat is het niet. Het zijn vier setjes van 2 en daaromheen zijn ook nog normale bomen, zeg maar. Mm-hmm. Even kijken. Nee, dat is het niet. Is er iets met die dode bomen wat nog opvalt naast dat er dode bomen zijn? Ja, er staan vier dode bomen in het midden. Ja. De twee middelste staan iets naar achteren en de twee voor, die twee buitenste staan iets naar voren. Die twee middelste, daar kan ik doorheen kijken, zeg maar. Maar die linkse boom, er zit een schaduw in die twee openingen. Ja. En bij de meest rechtse boom, ja, één schaduw en één niet. Die had ik al goed dus. Okay. Die heb ik er net ook al in gehad. Dus dan weet ik nu zeker dat het die is. Oh. De side-eye meneer. Die kijkt voor ons naar rechts, maar voor zijn gezicht ons naar is links. Gedraaid naar links. Voor ons naar links, voor hem naar rechts. Ja, maar zijn oog of zijn gezicht? Zijn gezicht is voor ons naar rechts en zijn ogen voor ons naar links. Ja, dat is het. En jij zegt hij kijkt naar links. Ja, het is allemaal mijn schuld en de wereld gaat naar de kloten. Sowieso. Ik ga die andere man halen. Ik wil duidelijke details. Het is goed met je. Ik doe echt mijn best. Ik weet dat je je best doet. Zo mooi dat we een game hebben gevonden waarbij ik kan facepalmen. The Joy of Puzzling heet deze achievement. All troops, ik zie mensen. Ik ben bang. All troops attack the enemies. Doe maar niet. Er staan... Oh nee, we gaan weer ik kan de rode hendel omhalen. Doen. Ik kan de rode hendel omhalen. Ik zie ook die troops. Oké, als ik naar voren ga dan. Ik kan die dingen verplaatsen op het bord ook. Oh, ik zag het. Ja, je verplaatst. Wat? Hij roept iets. Het klinkt weer als timed, dit. Ik zou niet weten wat we moeten doen. Ik ga even naar boven kijken. Ik kan hier een pion verplaatsen. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet doen. Ja, kan jij alles verplaatsen wat daar... Je hebt twee torentjes en dan ik heb twee vijf torentjes mannetjes. En ik heb een ding met twee zwaardjes. Dat is een soldaat, denk ik. Oké, niet meer. Nee, ja, heel veel steden. Er zijn er wel maar daar kan ik niks mee. Ik kan alleen de soldaat verplaatsen. Er zijn meer mannetjes. Kan ik hier lopen? Kan ik het ook verplaatsen? Ik kan alleen die soldaat verplaatsen. Ik kan hier niks doen. Ik kan er alleen doorheen lopen. Ik loop zeg maar op dat speelbord. Oké, okay. Maar zie jij iets als ik die soldaat verplaats? Ja, ik zie dat de soldaat zich verplaatst. Nu verplaatst de soldaat zich? Ja, nu kom je naar waar wil je de soldaat hebben? Hoe? Ik weet niet hoe ik dat moet weten. Ik zie een schild met een leeuw erop. Ik zie twee deuren, drie deuren, één middelste deur. Twee deuren ernaast. Jij bent nu bij de deur. Ja. Dat zie jij ook, oké. Ja, ik kan niets anders dan een soldaat verplaatsen. Ik kan hem ook in een torentje zetten. Oh ja, ik zie het. Ojo, die stond nu op een andere, die verdween. Oh, naar rechts. Nog een keer naar rechts. Nog een keer naar rechts. Nu heb ik een schild. Twee meer. Rode vlaggetjes uit de torens komen. Take down those towers and everyone in them. Oké. Terug. Naar links. En naar voren. Lekker. Ik moet nog lopen. Wacht. Nog één naar rechts. Eén achter. En dan? Dan komen er groene vlaggetjes uit de torens. Ik ben even aan het kijken. Ze moeten tegelijk in die... Je kan niet draaien, hè? Nee, ik kan alleen lopen. In de voren? Hè? Oké.
ik ga proberen te omschrijven wat ik zie. Want ik zie die twee torens ook. En daar komen, als je daar niet op diezelfde plek van die toren staat... Jij, zie jij die torens überhaupt? Ja. Oké. Okay. Als jij daarin staat, komt er bij mij een groen vlaggetje uit die toren. En de opdracht is... Destroy the two towers and everybody in them. Maar jij bent twee personen tegelijk. Kan je dat ook zien? Nee. Oké. Hoe leg ik dit uit? Stoppen met bewegen, anders kan ik het niet uitleggen. Jij staat nu in die toren. Ik sta nu naast de toren. Ja, voor de andere toren staat jouw andere poppetje die met jou meebeweegt. Dus als jij naar achter uit de toren gaat, gaat dat poppetje in de toren. En dus dat andere poppetje zit nu, die staat in, nu de toren in de rechter links. Toren. En die heeft nu een groen vlaggetje. En als jij naar voren gaat, krijgt jouw toren een groen vlaggetje. Dus die andere... Wacht. Die andere man staat nu voor een steen. Ja. En dan staan we nu gelijk. Nee, want hij gaat ook weer naar voren. Ja, nee, hij loopt dan tegen die steen aan. Oh. Nee, ja, ik snap wel waar je naartoe Waar staat hij nu? Je moet naar achter. Waar staat hij nu? Hij staat nu links boven de toren. Daar staat bij mij een steen. Daar staat bij mij geen steen. Want die staat in het echt niet. Ga eens naar achter. Eén naar achter. Twee opzij. Welke kant opzij? Twee naar rechts. Drie naar rechts zelfs. Ja. Yeah. En nu één naar voren. En nu weer terug naar je toren. Dan ben je goed. Nog een keer. Ik ben nu in de toren al. Echt? Ja. En niet bij mij. Nu ben je... Oh, nu ben je er. Oké, ja, dus mijn bord is anders dan jouw bord. Ja. Their defeat is near. Ik ben nu een leeuwenman. Ze gaan wat zeggen. Their defeat is near, is het enige wat ze zeggen. Zouden we door de poorten moeten? Zie je iets? Ik denk het wel. Ja, de twee poorten achter de toren zijn opengemaakt. Jij bent weer twee mannen en die ene zit nu vast achter een steen, dus je moet even terugkomen. Dat is vervelend. Ik kom even helemaal terug naar het begin. Oh, ik zie het. Ik ga even naar boven. Ik moet je om die stenen heen navigeren. En dan moet jij uitkomen dat jij in die twee poortjes gaat. Ik zie geen poortjes, dus ik volg ja. jou. Achter de, zie je de torens? Ja, maar die stonden net ook verkeerd. Oh, die stonden net ook verkeerd. Wat vervelend dit. Één naar links. Ja, jij kan niet naar voren, want je staat nu achter een steen. Ik kan wel naar voren. Ja? Ja. Ga eens naar voren. Ja. Weer één naar rechts. Eén naar voren. Dat kan niet, staat een steen. Nog één naar rechts. Ja. Eén naar voren. Eén naar voren. Eén naar links. En weer terug naar rechts. Naar voren. Naar voren. Je zit één plekje verschil. Oh, gaan we dat oplossen? Naar links. Naar links. Naar voren, naar voren, naar links, naar voren. Steen. Kut. Oh, er zit een steen achter. Oh, wat een van... Jouw stenen zijn niet mijn stenen. Nee, dat weet ik. Naar rechts. Maar jij zegt er zit een steen achter. Bij mij zit er nu niet een steen achter. Ja, achter jouw tweede poppetje. Jouw tweede poppetje staat drie plekken naar links. En ze moeten... Zoals jij nu staat, moet jij twee plaatsen naar rechts en dan naar voren. Maar hij ook. En kan jij naar rechts? Ja. Ga eens naar rechts, ga eens naar achter. Ga eens naar rechts. Ga eens naar voren. Kan je niet door die toren zijn? Wat moet ik doen? Oh, je kan niet door die toren zijn. Ik moet lopen, wat moet ik doen? Ja, je moet naar voren. Maar dat kan niet. Ja. Je kan niet meer door die toren zijn. Ik kan naar voren. Nee. Ja, maar bij mij blijf je stilstaan. Oh. Naar rechts. Naar voren. Naar voren. Het bord gaat niet verder. Echt? Ja. Het bord gaat niet verder. Ik ben nu op de achterste rij. Je moet bij mij nog drie rijen. Dus dan moeten we je opschuiven met een steen. Maar dan moeten we je allebei opschuiven met een steen. Hoe is het mogelijk? Hoe verzinnen ze dit? Het is echt... ik denk
Ja. Hoe, je moet dat bord dan weer terugkrijgen of zo? Ik heb geen idee. Ik weet ik heb niet echt welk geen bord. Idee. Kijk, wat ik zie is dat jij nu nog twee naar voren, één opzij en dan weer twee naar voren moet. Ik kan maar niet jouw naar bord voren. Is. Nee, dat weet ik. Maar ik kan niet zien hoe ik bij jou dat bord langer zou moeten maken om je weer naar voren te kunnen krijgen. Maar wat is er nog meer op de kaart waar we naartoe zouden kunnen? Ja. Want kijk, we hebben al voor die toren. Ik sta nu in de rechte toren op mijn scherm. Ja, nee. Oké. Ga eens twee stappen naar voren. Nou, dat kan niet. Jawel, dat kan. Ik sta nu op de achterste rij. Ja, die staat nu weer scheef. Ik sta nu wel met mijn ding voor een deur. Kun je erin? Nee, want ik kan niet verder lopen. Nee, precies. Oké, en jij ziet ook twee deuren. Ik zie een deur waar ik nu sta en drie plaatsen naast mij een deur. Ja, precies. Ja, en jouw alter egootje moet in die andere deur. Ja. En net stond je op één lijn en nu niet meer, omdat jij bij mij nu voor een steen staat. En waar staat mijn alter egootje nu van mij af? Die staat op een rij voor jou en dan wel zeg maar drie plaatsen verschil. Dus op de 1, 2, 3. Dus voor de deur, maar een rij te weinig. Ja. Die staat daar. Niet te ver eigenlijk. Hè? Dat staat voor jou. De rij voor jou. Ik heb geen rij voor mij. Ja, maar ik wel. Okay, ik heb zelfs vier rijen voor jou. Wacht. Dus als hij een rij voor mij staat, dan staat hij nu in die deur bij mij. Dus dan ga ik dit doen, dan gaat hij daarheen. Dan doe ik dit, gaat hij daarheen. Dan doe ik dit, blijft hij staan. Dus dit is hij goed. Nee. Maar hoeveel vakjes kan jij nog naar voren? Nul. Hoe dan? Hoe verzinnen ze dit? Waar staat die partner nu? Die wat? Die partner van mij, waar staat die nu? Nog steeds op dezelfde plek, zoals ik het net beschreef. Oh, ja, jouw stenen staan anders. Ja, jij staat zelf met degene die jij kan besturen, sta jij voor een steen? Ja, bij mij sta ik met degene die ik zelf kan besturen nu voor de poort. Misschien moet je... nee, dat kan niet, want jij kan niet naar voren. Nee. Misschien moet je gewoon even terug en een paar keer tegen zo'n steen aanlopen of zo, dat het bord daardoor verschuift. Dat kan. Probeer het maar. Ja. Maar dan moet je eigenlijk één naar links. Ja. En dan, even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer naar achter. Dus dan heb jij weer 6 rijen voor je, zeg maar. Ik heb nu 7 rijen voor me. Oké, ook goed, want die andere man die staat weer 1 rij achter jou nu, doordat jij verschoven bent. En daar krijg ik pijn in mijn voorhoofd van. Achter mij of voor mij? Hij staat nu 1 rij achter jou op dezelfde plek. Zeg maar wel 3 vakjes verder. Dus hij staat verder weg van de deur dan ik? Ja. Oké, dat is bijzonder. En hij moet eigenlijk nu... Hoe moet ik lopen? 2 naar voren. 1 naar links. 1 terug. Nu staan jullie op dezelfde rij. 1 naar rechts. 1, 2, 3 naar voren. 1 naar links. 2 naar voren. Ah, lekker Murphy. Victory. Ja, victory, wait. Ja, zeker. This was a trap. My sons, okay. What have I done? Hoor je dit ook? This was a trap. Ja, yeah. My sons, what have I done? Ik kan nu nergens heen. Ik ben in een grote kamer gekomen met een... Oh! Ik ben opgesloten in een soort doolhof. Lekker. Stress, ik hoor tijd tikken. Ik loop in een doolhof. Ja, oh. ik ben door een deur gegaan. Doolhof verdwijnt. Ik ben door een deur gegaan. Ik moet iets in het doolhof doen. Oh, ik zie die vogel, meneer. Ja? Ik zie jou lopen. Oké, wat moet ik doen? Help!
Hier is een deur, dus daar moeten we denk ik uit. Ik kan hier niks. Ik kan... Wacht, wat is dit? Ik kan hier op klikken. Oh, ik ben boven. Ik zie jou lopen. Oké. Ik triggerde ergens mee dat ik... Die vogel is oh, hier. Verdwenen. Kijk. De muren nu van het dorp zijn nu omhoog gegaan. Ja. Ja, wacht. Jij kan zien waar ik heen moet. Ja. Vooruit. Linksaf. Volgen. Hier linksaf. Links. Deze knop. Ja. Achteruit. Achteruit. Daar, ja. rechtsaf. Lopen. Helemaal door, volgen. Oh, je kunt rennen. Oh, sorry. Hier linksom, gelijk om de hoek. Om de hoek, links. Ja, die knop. Goed zo. Lopen zoals je nu die liep. Nee, terug. Oh, terug. Daar. Hier omheen. Ja, links, rechts. Hier weer rechts, links. Nee, andere links. Andere links. Hier doorlopen. Rechts. Die knop. Nee, je bent te laat. Oh, maar we hebben wel... Middenknop, beginnen. Ja, man. Ja, achter je. Ja, linksom. Andere links. Oh. Lopen. Linksaf. Die knop. Goed zo. Hetzelfde als net. Helemaal omheen. Rennen. Goed zo. Hier rechts-links. Rechts-links. Ja, die knop. Goed zo. Omhoog. Of rechts voor jou. Nu. Die. Ja. Nee. Hey, oh, je doet hetzelfde als net. Ja, lopen rechtsom. Rechts. Rechts, links. Nee, andere links. Hier. Ja, om de hoek rechts. Weer te laat. Ja. Ze doen het expres, hè, dat ik het anders zie dat jij het ziet. Ik zie welke kant jij opkijkt. Ja, maar in een rond ding is rechts en links best lastig. Het is helemaal niet lastig. Je staat voor een bocht en ik zeg bij je heen. Je hebt elke keer dezelfde knoppen. Dus je moet nu weten hoe je moet lopen. Nee, weet ik helemaal niet. Lopen linksaf. Die knop. Pas. Ja. Terug hier om de hoek. Ja, helemaal rond. Hier om het muurtje waar je in loopt. Ja, hier zo. Ja, en nu gelijk ga ik doorlopen waar je naartoe liep. Zo ja, om de bocht. Hup, rechts. Nee. Oh. Dat is rechts. Ik ging rechts. 100%. Hier, ja, die knop. Nee. Oh. Ik zie, jij gaat in deze video kijken. Ik zeg rechts, jij loopt naar links. Ja, en jij gaat niet zien wat ik zie. En daarna zeggen, ik heb gewonnen, want ik ben beter. Nee, het gaat niet op. Ja, dat is goed. Helemaal rond. Ren je nu? Mhm. Oké, dat zie ik niet. Ja, doorlopen. Hier omheen. Rechtsaf. Zo ja, linksom, doorlopen. Rechts om de hoek. Naar beneden. Die ja. Goed zo. Oh, ik had hem al. Oké, en je nu? Je moet terug. Hier om de hoek rechts. Zo ja, links. Andere links. Oh. Hier weer rechtsom. Ja, doorlopen. Rechts, links. Die knop. Ja, nu weer terug naar midden, beneden. Nee. Oh. Ja, doorlopen. Nee, doorlopen rechtsaf. Helemaal rond. Zover als je kunt. Hier rechts. Weer rechts, ja, doorlopen zover als je kunt, hier links, einde lopen, rechts, ja. Je kunt daar nu in. Maze jogger, oh ja. Want ik kan nu weer terug door de deur waar ik vandaan ben gekomen. Is het een kerker met doodskisten? Ja, wacht. Er is een draaipaneel met icoontjes, twee draaipanelen. Er is voor mij een deur geopend nu. Ik zie jou volgens mij. Volgens mij kom jij nu hier binnen. Ik zag een deur open dicht gaan. Ik loop in een gangenstelsel. Oké, zie je daar icoontjes toevallig? Oh, ik moet dit maken denk ik. Kan ik dit draaien? Er is bij mij nu een deur gesloten. Ik zie hier icoontjes die je kan draaien. Ik zie jou. Ja, ik zie jou ook. Oké, gezellig, hoi. Er staat hier een pijl boven een
ja, wat is het eigenlijk? Een apparaat met drie draaischijven die ik niet kan draaien. Ja, die ik wel kan draaien. Die jij wel kan draaien. En daarboven staat een, in een vast plaatje een driehoek met een rondje erin. En daarboven driehoek staat naar beneden. Bij mij niks. Oké. Okay. Een driehoek en een rondje erin is bij mij de bovenste draaischijf. Maar ja, staat die driehoek? Is het een hele driehoek? Is het een... Een hele driehoek met een punt naar beneden en een rondje erin. Ja, die heb ik nu gezet. Oké. Okay. Daaronder kan ik ook iets verdraaien, een ander plaatje. Wat zie je nog meer? Als jij de driehoek naar beneden hebt gezet, staat bij mij op die eerste rij een cirkel met een kruis erin. Een cirkel? Zou dat wat zijn? Een cirkel met een kruis? Volledig in de cirkel? Ja. Of komt hij er ook buiten? Nee. Gewoon een heel rondje met een X erin. Ja. Oké. En daaronder? En daaronder... jij hebt zeg maar nu eentje gedraaid en daar staat bij mij nu op een vierkant met twee pijltjes ernaast. Eén wijst naar boven en één wijst naar beneden. Oh, kut. Dat is deze. Oké, dan komt daar bij mij te staan een liggend vierkant. Meer heb ik niet. Meer heb ik ja, niet. Ik heb aan de andere... Hier kan je draaien, liefschat. Deze kant. Hier zo. Ja. Deze. Ja. Als je daar nou eens maakt wat hier nu staat... Dit zijn hele andere plaatjes. Oh, echt? Ja. Dan is deze theorie niet de juiste. Wat zien we hier nog meer aan deze kant? Ik zie hier deuren die op slot zijn. Ik zie hier een deur. Ja, hier is alles in op slot. Ik zie nog doodskisten. Ik zie heel veel doodskisten. Ik zie boeken waar ik niet in kan kijken. Zie jij nog iets aan jouw kant? Er brandt vuur onder mij. Het is best warm. Ik zie aan mijn kant echt alleen... Ja, een lichtgevende pijl boven dat driehoekje met die cirkel erin. Daaronder staat jouw driehoekje met die cirkel erin, maar die kan ik niet zien, want aan mijn kant zie ik dus een cirkel met een kruis. Maar, nu zie jij daar ook een driehoek met een cirkel erin. Nee, ik zie nu een rondje met een kruis erin en een streep door het midden. Huh? Wat draait er nu bij jou? De bovenste draaischijf. En ja. Er zit geen driehoek met een rondje erin. Ja. Ja, dat snap ik, maar dat zie ik niet. Wat zie je wel? Ik zie een cirkel met een kruis er doorheen en een streep door het midden. Oké. Dat is gek. Ja. En nu zie jij dan een cirkel met een kruis erin. Ja. Okay. En aan die andere kant, wat we daar draaien, wat zie je hier? Ik zie nu een soort envelop met een streep door het midden, diagonaal. Een envelop met een streep door het midden, diagonaal. En die streep zit schuin rechts onder in de hoek. Die streep gaat van rechts boven naar links onder. Ja. Of onder. Ja, en dan? En daaronder, wil je weten wat eronder? Ja. Daaronder zie ik nu een vierkant met twee rondjes boven elkaar. Een vierkant met twee rondjes boven elkaar. Die heb ik niet. Hè? Wacht. Die allerbovenste van jou is een envelop met een kruis. Of met een streep. Ja, nee, met een streep. Was maar die net, hè? Nu daarboven zit niks. Nee. Dat is gek. Wat zie je nu dan? Draaien? Bovenste draaischijf. Want ik zie daar allemaal halve zeshoeken op. Halve zeshoeken. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nee. Kun jij onder die je net draaide nog een keer iets draaien? En is daaronder bij jou nog een draaischijf? Ja. Kun je die draaien? Ja. Daar staat bij mij namelijk niks op. Oké. Daar staan bij mij allemaal rondjes en vierkanten. Rondjes en vierkanten.
Het verspringt of zo. Oh, wajo. Oh, dat was jij. Ik schrok me helemaal dood. Het is wel fijn dat ik zelf. Maar jij ziet daar dus drie draaischijven. Ja. Waarvan op de onderste niks staat. Nee. En aan de andere kant zag jij vier dingen. Ja, alleen de bovenste die ik zie, met dat driehoekje en dat rondje, is dus geen draaischijf. Dat is nee, maar die heb ik nu hier neergezet. Wat zie jij dan nu op de onderste schijf aan deze kant en jouw kant? Dan zie ik een liggend vierkantje met een kruis er doorheen met de pijltjes naar boven. Een liggend vierkantje? Is het een vierkantje of is het een kromme ding? Ja, is het een perfecte vierkant? Nee. Waarom zeg je dan een vierkant? Is het een brede kant onder en een smalle kant boven? Ik ga langzaam afgefikt worden. Er komt lava op mij af. Is er een brede kant? Het is een kant... brede onderkant en een smalle bovenkant. En dan een kruis erdoorheen waarvan de haakjes zeg maar rechts en links boven zitten. Ja, oké. En dan hier naar boven, deze kant. Onder deze kant. Ja. Wat zie je dan hier nu boven? Bovenaan van de drie, dan zie ik nu wat is dit? Een rechthoek, rechtop staan met een klein rechthoekje in de rechterlijn daarvan. Ja, en wat en zie jij je daaronder? Nu iets, daaronder zie ik nu, ja, die heb jij net gedraaid, hè? Ja. Ja, daar zie ik nu een cirkel met een vierkant erin. Een cirkel met een vierkant erin, ja, ik heb hem. Lekker, ik wil zien wat jij zag. Ik moest gewoon maken wat jij maakte. Oh, deze deur is geopend. Kom. Waar? Hier. Oh, daar. Mag ik nu eerst naar buiten? Hier is water. Hier is een lift. We kunnen staan. Oh, de lift gaat naar beneden. Nu gaan we sterven? Ja, omdat we te zwaar zijn waarschijnlijk met z'n tweeën. Zou dat het zijn? Ik weet het niet. Ik denk het. Ja, dan denk ik toch dat we de zwaarste achter moeten laten. Zelf de grap maken, lekker. Hey, doe je. Ga maar, dikzak. Ik ga lekker met de trap. Oh, hij gaat niet omhoog. Oh. Maar hij gaat wel omhoog. Oh. Ik ben eruit gestapt en hij gaat omhoog. Wacht, hier is een hendel. Ik haal hem terug. Hier is ook een hendel. Oh, we moeten misschien... Huh? Hier is een draaiding, kijk. Kun je daar weer omhoog en omlaag halen? Ik heb geen idee. Hier is een hendel, een oproepknop. Ja, hij komt nu weer naar beneden. Heb jij net aan dat draaiding gedraaid? Nee. Voordat ik heb er aangezeten, maar ik ontdekte hem pas toen hij al ging, zeg maar. Maar goed, ik ben het dikste, dus ik ga wel draaien, denk ik. Ik druk nu op naar boven gaan. En ik ga nu aan het ding zitten. Ja, ik ga nu omhoog. Oké. En nu? Ja, ik zit nog in de schacht. Ik hoor een geluidje. Een stem. Stemmen. Ik zit nog in de liftschacht. Ik ben boven. Ja, ik hou hem vast. Ben je eruit? Ja, ik zie hier heel veel hendels. En ik zie logootjes. En er is een deur dicht gegaan bij mij. Ik kan jou zo weer naar boven halen, denk ik. Zie jij ergens logootjes? Ik ga even kijken. Ik zie een schild aan de muur, nee. Diezelfde logootjes als net, met die driehoekjes, die vierkantjes. Ja, ik zie die logootjes die ik zag in die... In die kruisen zie ik. Ik druk nu een driehoekje met de punt naar beneden. Ik heb hier 6 logootjes staan. De lift gaat nu weer naar beneden. Oh, wacht. Dat is gewoon de... Wat? Oké, dan moet ik gewoon naar boven komen. Nee, hier is een hek gesloten. Jij moet iets doen met die logootjes beneden. Nee, ik moet in die lift. Ik ga naar boven. We kunnen hier niks. Nee, maar er is hier niks. Dat was de knop van de lift. Het waren niet die logotjes die jij net zei op die draaischijven, die waren daar niet. Hey, maar jij zei net, ik zie een driehoek.
Nee, ja, om die lift op te roepen. Oh. Ja. Kijk, hier staan die logo's. Verder kunnen we hier ook niet. Lampjes. Kun je niet nog verder naar boven met de lift? Misschien wel. Nee, hij drukt alleen op beneden. Nou, hij drukt terug naar beneden. Misschien zie ik in die liftschacht iets. Waar ik op kan drukken. Nee. Ik heb een plan. Jij hebt een plan? Waar jouw lift nu staat, daar boven die lift. Wacht, ik stuur jou omhoog. Nee, ik ben er niet in. Oh, echt. Oké, dan moet je hem weer naar beneden roepen. Oké. Oh, die vogel. Wat? Die vogel komt hier in één keer uit. Ik schrik met pleuren zo. Oh, teer. Arme man. God. Ik kijk even mijn hartslag meet. Ja, is goed. Ik kan die lift niet oproepen. 123. Arme man. Tering, je vogel staat hier gewoon. Mijn lift komt nu. Ja. En dan moet ik erin gaan staan? Ja, jij moet gewoon naar boven komen. Oh, die vogel. Godverdomme. Hij staat hier. Ik zie hem nu. Ja. En nu denk ik, ja, dat is helemaal niet eng. Dat is gewoon een pop. Ik weet het. Ik weet wat hij doet. En nu? Moet ik iets doen? Of doe jij iets? Nu kom jij naar boven. Okay. Dat kun je zelf doen. Ja, ja, heb ik gedaan. Ik wacht. Godverdomme. Hij verdwijnt, de vogel. En nu? Nu kom je naar buiten. Ik wil eigenlijk de lift naar beneden sturen. En dan ga je op de lift staan. En waarom moet ik op de lift staan? Ja, of ik, maakt niet uit. Als jij met de lift naar beneden gaat, ga ik op de lift staan. Oké. Dus zat ook in mist dit foefje. Kijk, nu sta ik op de lift. Oké. Als het goed is, kan ik dan vanaf het dak van de lift een plateau inlopen. Ja, kijk, hier is een hendel waar ik nu bij kan. Oh nee, ik moest springen. We gaan naar beneden in de lava. Want we zijn te zwaar. Ja, ik moest daar weer vanaf springen, halverwege. Ik weet wat we moeten doen. Oké. Maar we moeten dus niet het dubbele gewicht pakken in die lift. Ik moet hem naar beneden sturen en dan er gelijk uitlopen. Is dat het? Nee, ik moet halverwege van die lift weer afspringen. Maar dat kan jij ook doen, want jij zit nu in die lift. Ga jij maar omhoog. Ja. En als ik dan de lift naar beneden laat komen, dan spring je op het dak van de lift. Ja. En dan op een gegeven moment kom je een nis tegen waar je in kunt springen. En daar zit een hendel in. Ik hoor het geluidje van die vogel. En soms dat pisses me af. Ik ben bang. Ben je boven? Nee, ja, ik ben boven. Laat ik nu de lift naar beneden komen, ga je op het dak, ja? Ja. Oké, en dan. En dat nisje, aan welke kant zit hij? Aan de kant waar je naartoe kijkt als je op de lift stapt. Oké. We kunnen hem zo zien als goed het in is. Ja. Spring erin. Er zit een hendel in. Kijk, want de lift stopt nu ook. Omhalen. Ik heb de hendel omgehaald. En nu? En nu? Ik druk op de knop. Daarna stap je weer op de lift. En blijf je op de lift staan. Oké. Okay. Ja? Ja. Kom, Ben je nu op de lift? Ja. Nee. Wat doe je? Ik zei, wacht, ik druk op de knop, daarna stap jij op de lift.
Maar toen stapte je al op de lift. Oké. Aha. En dan had je ons nog gered en dan spring je daarna alsnog de lift in. Ja, van het Murfje. Nou, je weet wat het plan is. Ja. Naar boven. Er zijn mensen die hebben dit spel nu al 3 kwartier uitgespeeld. Ja, mensen. Ik hoor geluidjes. Oké. Zeg hem als je boven bent. Ja, ik ben boven. Oké, stuur ik hem nu naar beneden. Ik ben in die holletje. Heb je de hendel omgehaald? Die hendel was al omgehaald. Oh nee, ik heb hem nu naar boven gezet. Oké. En nu? Nu wachten. Ja. En als ik het zeg, stap je weer op de lift. Oké. Nu. En nu komt er een nieuw holletje aan dezelfde kant bovenaan. Die man in. Ah, hij ging weg. Oh. Je bent echt blij dat je mij dit laat doen. Okay. Ja, hendel omgehaald. Zeg maar ben ik erop moeten staan. Wat zie je nu? Ik heb de hendel weer omgehaald. Er zijn nu 2 hendels omgehaald. Ze zijn allebei naar boven toe omgehaald. Oké, ik zie hier nu verder niks. Nee, ik denk dat we naar boven moeten. Ja. Maar dan moet ik eerst naar boven, denk ik. Ik kan jou naar beneden halen en dan kun jij daar uitkomen. Dan kan ik mezelf weer naar boven sturen. Oké, moet ik op gaan staan of niet? Ja. Sta je erop? Oké, ja. Oké, dan haal ik hem naar beneden en dan spring jij daar gewoon die bovenverdieping in. Oké? Die bovenverdieping in? Waar die machine zat met die logo's. Oh, ja. Oké. Oké, komt ie. Even niet waar die zit. Gewoon recht tegenover jou. Tegenover me? Nee, ik kom nu gewoon beneden uit. Nee. Onbegrijpelijk. Ik ben nu weer bij die andere hendel. Nee, die zat niet tegenover mij. Ik ben recht uit het holletje gelopen en ik heb niks anders gedaan. Oké, je kijkt nu welke kant op? Ja, ik kan even in dat holletje gaan staan. Nee, je staat op de lift. Nee. Ja, ik sta op de lift. Ik zie je jou bijna. Je kijkt nu naar de, niet naar de hendel, maar naar de andere kant wil ik dat je kijkt. Ja, ja. Dan stuur ik jou omhoog. Zo stond ik net ook hoor. Dan stuur ik jou omhoog en dan kom je langs een gang. Ja. Ik kan jou niet omhoog sturen. Dan moet je eerst weer van het ding af. Oké. Ben je eraf? Ja. Oké, dan stuur ik hem nu omhoog. Ga er maar weer op. Ja. Dan kom je zo meteen vanzelf bij dat ding. Ja, ik ben eruit. Oké, dan kom ik nu ook. Ik haal nu de lift naar beneden voor mezelf. Vraag. Sta jij bij die apparaat? Ja. Ik ga nu aan dat scheepswiel draaien. Zie je dan iets gebeuren bij dat apparaat? Oh ja, het hek gaat open. Mag ik eruit? Ja, jij mag eruit. Misschien is voor de video leuk als ik... Nee. Ja, misschien moet je gewoon je mond houden. Draai maar open. Ja, ik probeer hem... Het gaat niet zo vloeien. Ga je slet. Nee. Left behind achievement. Oh, dat komt wel precies goed uit. Oh. Ik ben toch boven. Ja. Misschien ga ik jou wel helpen, omdat ik gewoon aardiger ben. Maar hoe ben ik uiteindelijk boven gekomen? Dat weet ik ook niet. Ja, jij denkt... Nee, ik skip jou keihard.
Ja, een beetje mij belachelijk maken omdat ik dom ben. Oh mijn god, het is ons gelukt. We were here too. Lekker. Oh. Nou, het is ons gelukt. Binnen 2 uur. En die Benjamin van Hemert, Lucia de Vis. Ze zijn allemaal Nederlanders. Mm. Sam Meijer, die heb ik in de klas gehad. Oh. Thomas van Opstal, Leon van der Stel. Rick van Peer. Jullie wel. Game Drieven. Maurits Meeuwse, wat een strijders jongen, allemaal Nederlanders. Suarez bit my dad. Goeie. Ik zie hem, ja. Oh, maar dit is ons gewoon gelukt, Marjolein. Mhm. Oh. Ik moet zeggen, ik vond deze makkelijker dan de vorige. Ja. En het had echt wel een half uur sneller gekund, denk ik ook. Ja. Lizzie Schep. Dan, dat is echt vraag en probleem. Floppy Penguin. Oh, maar die ene keer waar jij die vogel zag, net, ja. Daar zag ik hem dus ook. Oh, alleen okay. Stond ik nog bij die computer en toen was die vogel daarboven. Ja, arme man. Oh, jongen, dit soort dingen, jongen. Oeh. Maar het is ons weer gelukt. 1:56 duurt deze video. Mm-hmm. We were here. Toe. Ik vind wel dat we goed evenredig ontsnapt zijn. Het probleem is dat er dus een deel 3 is. Dus de vraag is, wie gaat wie achterlaten? Ja, daar gaat het niet om. Waar het om gaat... is dat we de game uitspelen. Ja, I know. Dat wij samenwerken om tot goede oplossingen te komen. Mm-hmm. En dat is ons gewoon weer gelukt. En daarmee gaan we ook een einde maken aan deze video. Sowieso. Dus, dat was hem weer. Ik zou zeggen, dames en heren, bedankt weer voor het meebeleven van dit avontuur. Gelukkig hebben we dit niet met camera gedaan. Mijn hand zat op een gegeven moment echt vastgeplakt op mijn voorhoofd. Ik ben echt blij dat ik nu iets gevonden heb waarmee ik je wel kan laten facepalmen. Oh, ja. Het is jammer dat het ten koste van mezelf gaat. Dat maakt niet uit. Ik vind het leuk om met jou deze raadsels op te lossen. Ik ook. Vind je het ook leuk om met jou deze raadsels op te lossen? Ja. Ja, joh. Nee, ik zou zeggen, dames en heren, we zien jullie weer in het volgende avontuur. En bedankt weer. Doei ja. Joejoe. Later.